dartel als een vlinder, steek als een bij. Ik wilde dit gedicht strijdbaar beginnen vanuit mijn linkse babbelisjes babbel. De meute ontkenners, angsthazen, ja-knikkers een beetje jennen en de bevlogen spijblaars verder opjutten met: jullie zouden niet thuis moeten blijven zitten terwijl wij marcheren. Jullie zouden niet braaf petities moeten delen en algoritmes voeden. Jullie zouden niet dat mobieltje moeten oppakken om toe te kijken hoe anderen op Twitter of Instagram zich inzetten voor jullie toekomst. Over 6 jaar vreet het hele internet een vijfde van alle stroom. De rest gaat op aan diepvriezers waar meelwormen en zeewier koud gehouden worden om later door een 3D-printer als bloedrode steek op je bord te worden gedropt. Het komt allemaal goed. Ik wilde dit gedicht beginnen met de woorden van een jonge marcheerder die als salescoach trots leiding geeft aan een team van donateurwervers. Hij zegt dat mensen emotionele wezens zijn en dat de neef van Freud dit principe al krachtig heeft ingezet in de jaren 20. Hij maakte roken sexy voor vrouwen en stond aan de wieg van de reclame. Van hem leren we verlangen naar spullen die we niet nodig hadden. Bussen vol pakketjes maken nu onze stoep onveilig. Dat is goed tegen de werkloosheid, goed voor de koopkracht. Ik wilde dit gedicht strijdbaar beginnen, nadat ik naar Jill Scott Heron had geluisterd, de rapper die in 1970 riep dat de revolutie niet op tv ging komen. Ik kwam niet veel verder dan: de democratie is niet van het scherm, maar van de straat. De democratie heeft geen schendtijd nodig op een barkruk bij De Wereld Draait Door. De democratie heeft jouw stem en voeten nodig. Bemoei ermee, voorbij het stemhokje. Dram onverschrokken voort. Want elke politicus heeft een mailadres. En m.rutte@tweedekamer.nl laat je geen plaatjes zien van Patrijs Zomertortelwulp of Watersnip. Hij laat je zijn tanden zien of zijn vuisten. Als een gorilla dat doet, bedoelt hij het niet slecht. Wees een oorkruiper. Dartel als een vlinder rond je tegenstander, steek als een bij. Ik wilde dit gedicht afsluiten met: het einde der tijden kun je niet lijken op Facebook, maar ik wil jullie de advertenties niet ontzeggen. Ik wil jullie iets vragen. Geef je kinderen een wereld waarin ze kinderen durven te krijgen. Geef hun zorgen aandacht. Geef hun tijd.